mosquito gel. Felicitaties uit Indonesië. En geef je op voor de wandelloop. Goedenavond en welkom erbij. Het jeukt, je krijgt er bultjes van en de kans is ook groot dat je chikungunya oploopt. Mosquito prikken. Om de kans te verkleinen dat jij geprikt wordt, kan jij het best onder een klamboe slapen of jezelf insmeren met mosquito gel. Yes, ik heb het. Om niet geprikt te worden door mosquito en vanwege de chikungunya epidemie is het belangrijk om jezelf te beschermen. Door bijvoorbeeld mosquito gel te kopen in de winkel en je goed in te smeren. Ik smeer mezelf met mosquito gel, zodat ik mezelf kan beschermen tegen mosquito. Ik smeer mezelf 5 keer per dag. Ik smeer me elke dag 1 keer in, 's morgens. Voordat je mosquito gel kan kopen en gebruiken, moet het eerst ergens vandaan komen. Ik sta hier voor CIC. Zij zijn de producent van Tropical Bush. En omdat ik wil weten wat erin zit en hoe je het moet gebruiken, ga ik een paar vragen stellen. Nou, CIC produceert dus Tropical Bush. Het is een repellent, dat wil zeggen het is een afweermiddel. Het is dus de bedoeling dat wanneer je ingesmeerd hebt, hij 8 tot 12 uren werkt. En wat hij eigenlijk doet, is dat hij dus de geurreceptoren van die muskieten kapot maakt. Die muskiet kan niet meer goed ruiken, hij kan eigenlijk niet meer zien van oh, er staat een mens daar, ik kan hem prikken. Dat de muskieten jou niet meer kunnen ruiken en prikken, dat is prima. Maar wat zit er allemaal in mosquito gel? Ik denk dat er medicijnen erin zitten, zoals vitamine. Dat er mosquito bestrijdingsmiddel in zit. Dat er een soort alcohol in zit als medicijn. Nou, het belangrijkste dat in die mosquito gel of in die tropical bush zit, dat is DEET. DEET is een afkorting van diethylmetatoluenamide. Een hele lange, hele moeilijke naam, daarom dat we ook zeggen DEET. En dat zorgt er dus voor dat die muskieten niet meer kunnen ruiken en je niet meer kunnen prikken en zien. Okay. En hoeveel keren moet je dat insmeren per dag? 2 keer per dag is voldoende, want hij werkt 8 tot 12 uren. Behalve ik me insmeer, gebruik ik ook muskietenkaars en veep. Er is een bandje die aan je arm kan zitten en dit is tegen muskieten. Waar moet men het allemaal insmeren? Nou, het is vooral belangrijk dat je alle zichtbare delen en blote delen insmeert. Je armen, je benen. Kijk, het is warm nu. Mensen hebben vaak een topje aan of een oppobakka. Smeer je rug in, vraag je mama, kan je even voor me insmeren mama, zodat je zeker beschermd bent. Ga er niet aan likken of hoe proeft het? Nee, dat is niet de bedoeling, maar verder is het niet schadelijk. Oké, je hebt het gehoord. Het is belangrijk dat je jezelf tenminste 2 keer per dag insmeert met mosquito gel. Ook vandaag hebben wij gesprek met een oud-medewerker van het 10 minuten jeugdjournaal, Vernon Fredison. Hij was onze eerste presentator. Samen met hem gaan we even terug, terwijl hij vertelt over zijn ervaringen. Goedenavond, fijn dat je weer kijkt naar 10 minuten. Het Jeugdjournaal heeft de eerste prijs gekregen voor het beste onderwerp dat gemaakt is over gezondheid in Suriname. Het is nu 9 jaar geleden dat ik ben vertrokken bij het Jeugdjournaal. Ik heb verschillende projecten gedaan, nog steeds in de media zit. Dus ik doe nog steeds filmproducties, commercials, documentaires. Documentaires vind ik het leukst. Daarnaast doe ik ook aan consultancy, want ik heb management gestudeerd. Goedenavond en welkom bij een speciale uitzending van het Jeugdjournaal. President Venetiaan is nu officieel de nieuwe president
In de Centrumkerk werd vanmorgen door de Nationale Assemblée een bijzondere vergadering gehouden. Ik heb ongeveer een jaar gewerkt bij Youth Journal. Ja, ik had al interesse in film. Tijdens mijn studie maakte ik korte filmpjes met mijn handycam. En vakantiefilmpjes eigenlijk, van trips en dergelijke. En toen ik die advertentie zag in de krant, dacht ik, het leek me wel leuk, iets nieuws. Het is een internationaal project geweest. Is het nog? En dat heeft me een beetje aangewakkerd. Belangrijke personen of hoge gasten krijgen een speciaal cadeau als ze op bezoek zijn in Suriname of als er iets bijzonders gebeurt. Een défilé. Politie en militairen marcheren op de maat van de muziek. Het heeft mij ook geleerd om simpel te praten, simpel te denken. Weet je, want in Suriname hebben we de neiging om te ingewikkeld te praten. Dus we hebben geleerd om het echt in, ze zeggen in Surinaams, chimoni te breken. Om het echt makkelijk aan jongeren te vertellen. Youth Journal, 10 jaar. Gefeliciteerd met jullie verjaardag. Ga jullie zo door. Vooral behapbaar nieuws maken voor onze jongeren. Dat we begrijpen waarover we praten. Zelfs de ouderen keken ernaar. Dus ga zo door, 10 jaar. Hey. Geef me nog 90 erbij. Trouwens, wat ik nooit meer ga vergeten, is die leuke teamspirit die we hadden bij het Youth Journal. We hebben echt leuk samengewerkt en hou we zo. En Giovanni kennen jullie vast nog. Morgen laten wij hun verhaal zien. Het 10 minuten jeugdjournaal is niet het enige jeugdjournaal. In totaal zijn er 12 jeugdjournaals over de hele wereld. Bijvoorbeeld in Indonesië, Nepal en Zambia. En ook zij feliciteren ons. Kijk mee naar Indonesië. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, 10 minuten journaal. Happy birthday to you, all the best for you. Happy birthday to 10 minuten journaal, all the best for you. Heb jij ook een creatief idee voor een mooie felicitatie? Dan kan je bellen naar 403-604 of mailen naar info@jeugdjournaal.sr. Misschien wordt die van jou ook opgenomen. En omdat we jarig worden, gaan we leuke dingen doen en sportief bezig zijn. Sulami is alvast aan het opwarmen. En dat gaan we samen vieren met een Bigiari wandelloop. Op 18 oktober, op Autoloze Zaterdag, gaan we het samen doen in de binnenstad van Paramaribo. Samen ja, met de bres. Hey, bresje, nak me maar pokono! Wil je meelopen? Dan moet je Facebook in de gaten houden. Of gewoon blijven kijken naar het jeugdjournaal. Volgende week krijg je te zien waar je je kan registreren voor deze gezellige wandelloop. Wel meelopen hoor! Dat was het dan, tot morgen bij een nieuwe uitzending. Doei doei!